Collegepartijen VVD, PVDA, D66 en ChristenUnie zijn verdeeld over de mogelijke deelname van de gemeente Almere aan het landelijke experiment met de verkoop van staatswiet. Almere moet voor 31 december aangeven of ze wel of niet meedoet aan het wietexperiment. Een van de voorwaarden voor de pilot is dat alle drie de coffeeshops in Almere meedoen aan de proef. Eén coffeeshop-eigenaar heeft er geen vertrouwen in en ziet af van deelname. In dat geval is de burgemeester genoodzaakt om de zaak te sluiten. Volgens collegepartijen PVDA en D66 mag de burgemeester dat doen als de coffeeshop-eigenaar blijft weigeren. We hebben vandaag twee ondernemers hier in de raad gehad die allebei zeggen het water staat dus aan de lippen. En als we niet nu actie ondernemen, dan gaat het loopt het de komende jaren helemaal uit de hand. En dan zien wij nog veel grotere problemen. Wij gaan voor het belang ook van die twee ondernemers. En als het erop aankomt, dan zullen we dus inderdaad wel die bestuursdwang moeten toepassen. En dat betekent de tent sluiten van de derde ondernemer? Het algemeen belang en het belang van de andere ondernemers stelt ook mee. Dus het antwoord is ja. Ik vind het heel erg belangrijk dat wij meedoen met het experiment om de achterdeur van de coffeeshops te regelen. En ik denk ook dat het gewoon heel erg belangrijk is in het belang van heel Nederland. Ik zou het ontzettend vervelend vinden als een ondernemer besluit dat hij niet kan meedoen. Maar als dat zo is, dan denk ik dat voor het land het beter is als we dat dus wel doen. Dus dan zal er helaas gesloten moeten worden. Twee andere collegepartijen, ChristenUnie en VVD, denken er anders over. De ChristenUnie heeft eerder aangegeven tegen het experiment te zijn. Dat is te absurd voor woorden dat voor een experiment een ondernemer moet sluiten. Vanavond zegt één ondernemer, het water staat me aan de lippen. Nou, hij zal dus blij zijn als er één ondernemer gesloten wordt, want dan zijn er nog maar twee over die dus meer klandizie krijgen. De grootste coalitiepartij VVD is onderling verdeeld. Sommige liberalen in de gemeenteraad zijn voor sluiting van niet deelnemende coffeeshops. Anderen zijn tegen. Wij vinden dat ontzettend vergaand. Alleen omdat je mee wil doen aan een experiment als gemeente, is het echt uitzonderlijk. Eigenlijk vreemd vinden wij ook dat je dan bestuursdwang gaat toepassen. Dus wettelijk ga je iemand dwingen om te sluiten, terwijl diegene verder niets fout heeft gedaan. Dus wij vinden dat niet wenselijk. Op de politieke markt gaat de discussie over het wiet-experiment volgende week verder.